Leuk dat u weer kijkt naar een nieuwe Vraag op Straat. 18 tot en met 24 december zal hier op de Grote Markt het Glazen Huis staan. En rondom dit Glazen Huis zal de binnenstad één groot winterland worden. Wat vindt u van dit plan? Vraag op Straat vraagt het aan u. Ja, fantastisch. Dit is een uniek voor Breda. De kans die ze met het Glazen Huis hebben, vind ik dat ze goed uitpakken. Met een kerstmarkt, schaatsbaan. Ik denk dat heel veel mensen toch naar Breda trekt. Om Breda eventjes goed op de kaart te zetten. Ik vind het heel actueel en trekt aan in Breda. En de mensen willen allemaal gelijk dus die recreatie eigenlijk. En ook die schaatsbaan die er komt. En ja, dat vrolijke wat je ook in andere steden hebt, ja, dat trekt altijd aan. Ja, wat ik zei, slim. Ik denk dat het goed is. Goed voor Breda. Er is in Breda altijd wat te doen, roepen we al jarenlang. En dit jaar is het echt zo. Dus dat is heel goed. We hebben zelf 2 jaar meegemaakt, dus ik weet dat het veel geld kost. Ik weet dat ook heel veel inspanning is. Ik had hem liever bovenop de kade gehad, misschien als kostenbesparing. Maar langs de andere kant, hij ligt midden in de haven. Dus voor alle ondernemers is het wel een even eerlijke deal. Ik ben blij dat ze het doen. Een heel mooie trekker voor Breda. Ja, want ze wachten tussen de 70 en de 100.000 bezoekers per dag. Dus dat is best wel een flink aantal. Maar dat heeft heel erg te maken met de komst van het Glazen Huis. Denkt u dat het nog een kans van slagen heeft als het volgend jaar weer winterland wordt, maar zelfs zonder het Glazen Huis. Denkt u dat dit een succes kan worden? Ik vermoed van wel. Het blijft trekken. En vooral de sfeer die er dan hangt, dat heb je Breda hebt daar nu nodig. Als ik zie wat er leeg staat, dan is dat beton, hè? Ja, dat denk ik dus wel. Ik denk als wij hier in de maand december, vooral in de maand december, dat is een hartstikke leuke maand, en we hebben elk jaar zo'n kerstmarkt hier in Breda en een schaatsbaan en het trekt toch mensen naar Breda. En dat is een gezellige stad. Dus ik denk dat het heel goed is en dat we dat zeker vol moeten houden. Nou ja, het antwoord zat al een beetje ingesloten op wat ik je net vertelde. Het Glazen Huis gaat heel veel mensen trekken. Als je dat winterwonderland, als je dat nou goed wegzet, dan gaan die mensen die het komende jaar zeker komen, daar gaat een deel van terugkomen omdat ze zeer tevreden zijn. Ik zou wel een parkeerkaart erbij verkopen voor weinig, dan is dat probleem meteen uit de wereld. Ja, maar dat moet wel een succes voor. Dus afhankelijk van het weer. Glazen Huis heeft natuurlijk een enorme aanzuigende werking. Er zal wel veel volk op afkomen. Maar ja, als het weer mee zit, dus winters, dus kou, dus geen regen en geen 21 graden op 24 december, dan is de ervaring wel goed, denk ik. En Breda is een mooie stad. Laat me komen in de winterstijl. Ik vind van wel. Ja, ik vind van wel. Als het goed resultaat boekt, dan zeg ik van, joh, lekker actueel zijn en stimuleren die zaak. Want het zit hier vol, zeker in Nederland. Maar ook in Breda, het wordt steeds voller. En dan hebben de mensen toch een motivatie om, en zeker met hun kinderen, hun gang te laten gaan. Ja. Is er nog iets waarvan jij zegt, dat zou ik nou eigenlijk heel, heel gaaf vinden om tijdens dat winterland te zien in Breda? Is er nog iets wat ontbreekt of wat zou nou nog een grote stunt zijn? Ja, ik heb nog niet alle plannen precies gezien. Dus ik weet eigenlijk niet of er nog wat ontbreekt. Maar ik denk wel dat ze overal een beetje aan gedacht hebben. Dus ik kan nou jou niet zeggen van, dat zou er nog bij moeten. Ik denk dat ik het heel leuk zou vinden als er een sfeer is waarvan je zegt van potverdikkie, dat hebben we goed voor elkaar, met elkaar. En als we dan ook nog, of als ik dan, wat je vraagt aan mij, ook nog een beetje trots zou zijn op het feit dat ik Bredana ben. Wat ik overigens niet ben, want ik kom uit het mooie aangelegen Babel. Dan is het goed. We moeten er trots zijn op elkaar, niet mopperen. Blij zijn dat de gemeente nu een mooi initiatief neemt. En goed luisteren naar wat de ondernemers van Breda willen. En dan denk ik dat we een hele slimme en een heel mooi nieuw jaar tegemoet gaan in 2017. Bedankt en leuk dat u weer gekeken heeft naar een nieuwe Vraag op Straat. En vergeet niet onder dit filmpje te reageren, want ik ben heel benieuwd naar uw mening. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.